Nou, dit is een Nederlandse kaas. Normaal heb je daar, zit er een plastic coating op. Dit is een coating, dat is met geklaarde boter gemaakt. Ja, we staan reeds 25 jaar op de markt. Dat is gewoon gezellig en leuk voor de dingen wat je meemaakt. Je hebt leuke klanten die wat alles waarderen en je krijgt ook wel eens een attentie van een klant. Klein voorbeeldje, gewoon een klant die vroeg of van eens een wijntje dronken. Kwam na een uurtje terug, kwam die flesje wijn brengen. Gewoon heel leuk en spontaan. Nou ja, Maastricht, beste woensdagmarkt van Nederland. Prachtig aanbod. Mooie grote groentekraam, mooie bloemenkraam, prachtige kaaskraam. We hebben meer dan 300 verschillende soorten kaas. Veel streekproducten. We hebben bijvoorbeeld Remeke, dat is de beste boerenkaas in Nederland, met een natuurkost. Meer dan 15 verschillende soorten herveerkaasjes, dus ook wel in de volksmond de Romedoe genoemd. Ja, dat is te vinden op de markt in Maastricht. Het is gewoon de woensdagmarkt is echt een leuke markt. Nico Paulussen is de marktmeester van de gemeente Maastricht. Wat houdt dat in? Alle vergunninghouders die hier op de markt staan, 's morgens te controleren of ze hier zijn, ja of nee. En of iedereen aan zijn zijn vergunning houdt, wat die verkoop en ook andere zaken wat er eventueel te regelen zijn als er iets is. Hoeveel kramen staan er op deze woensdagmarkt? Nou, op de woensdagmarkt hebben we ongeveer een 190 marktkramen. Dat is, marktkramen worden eigenlijk geteld, ook de verkoopwagens als marktkramen. Dat zijn er dan ongeveer een 190. De samenwerking met de marktondernemers is in mijn ogen en mijn gevoel heel goed. Eigenlijk is dat een weerszijde aanvoelen wat eigenlijk speelt op de markt. En als je dat samen goed kunt regelen, dan heb je ook een goede markt staan. Als marktmeester op de markt te zijn, vond ik het mooiste wat is, met mensen werken. Ten eerste moet meer reclame komen in de Belgische en Duitse kranten. Ook moet in de reclame zeggen dat mensen kunnen van de hele dag van 6 euro op de Kabergweg parkeren. Ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. Ten tweede, dat over de woensdagmarkt moet wel bekend gemaakt. Dat is wel een kleine markt, maar je kan alles in de principe, van de brood tot de kleren, van de jonge mensen tot de oude mensen. Dus klein, maar mensen kunnen alles krijgen. Je kunt nog meer dingen doen. Je kunt ook zeggen, de 10e klant krijgt een boeket bloemen gratis, ik noem maar wat. Maar is dat niet de beslissing van de ondernemer zelf? Dat kun je als ondernemer alleen beslissen, maar je kunt ook samen iets afspreken. Je kunt ook beleid ontwikkelen als marktorganisatie in Maastricht.